Oh yes, Ark Survival Evolved hier op de prachtige center map met de Ark Eternal mod. Ik heb er weer zin in. Let's go! Oh damn, met ons kleine huisje en ons geweldige uitzicht. Wat een beest bepaalt hoe mooi of dat je bouwt. Nee, door het uitzicht. What? Dit ziet er zo goed uit. Dit is een van mijn favoriete baaien. En er zijn meer mensen die dat die mening met mij delen, want daar zo, daar kunnen we nou niet zien, we zijn out of the distance, maar daar staat al een base. Oh, yes! Oké, wij moeten snel haasten, we moeten verder. Oh, crap, deze had ik geplaatst zodat ik een screenshot kon nemen hier bovenop mijn base, maar hier hebben we nog beter uitzicht. Crap, ik weet niet meer waar we allemaal waren. Ik weet niet heel goed meer wat jullie allemaal hebben gezien. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik op heb kunnen nemen. Maar ik heb hier in de upgrade station alle loot die wij de vorige keer hadden gekregen gesalvaged. En ik denk dat het belangrijkste is dat wij op zoek gaan. Dat is een Alpha PTE, onze Poison Trike. Die hoeven we niet mee te nemen. En onze Elemental Poison Tapajara. Die Poison Tapajara houden we bij ons. Die Arrow zouden we bij ons. Die Trike laten we hier. Oké, let's go. Hadden we nog metal? Oké, dat is allemaal gesmolten. Super. Oh, eten. Oh, damn. Ik loop bijna weg zonder eten. Wat? 900? Het is iets meer dan dat we nodig zullen zijn. Die zetten we daar neer. Ik mis nog iets wat ik hier normaal altijd heb. Oh, wacht eens. Heb ik daar niet altijd die heal over time? Wat kost rare flowers? Ah, damn, is ook zo. We hebben geen rare flowers. En ik denk ook niet dat we met onze poison trike enigszins al de swamp in kunnen. Ik denk dat die al dood is voordat we überhaupt in de buurt zijn. En Broodon, zo vlak voor onze basis, vertrouw ik ook niet helemaal. Maar wij hebben twee doelen. Twee belangrijke doelen. Alpha Blood. Oh my god. Eternal Alpha Tapajara 270. Waarom gaat... Ik plan deze aflevering. Denk mij van tevoren, we gaan erop uit. We gaan op zoek naar Dino Hearts en Dino Blood. En... die eruit. En die erin. Dus dan ben ik van plan om op zoek te gaan naar... Dino Heart en Dino Blood. Dino DNA denk ik. Dino DNA. En een Eternal Ankylo. Moet het even testen. Als het goed is, kunnen wij torpoer op hem doen. Au. Oké, we kunnen geen torpoer op hem doen. Eternal can only be knocked out by elemental dinos. Elemental dinos or alpha. Oh, or alpha and prime tanks. Or alpha and prime tanks. Oh, crap. Dus we moeten... hij krijgt gewoon geen torpoer van onze dino. Dat komt natuurlijk... Oh damn, dit hebben we de vorige aflevering ook gehad. Dat komt natuurlijk omdat hij is een elemental. Hij bezit alle elements. En dan doet onze element daar natuurlijk geen torpoer op. Dat klinkt nog wel logisch ook. We hebben wel een goede crossbow, denk ik. Heb ik nog zo'n... Laten we hem in ieder geval even weer gauw in een pokeball stappen. Er kan hem in ieder geval niks overkomen. Als wij doodgaan kunnen we toch hier gewoon weer spawnen. Maar dan moeten wij dus heel even kijken. Want ik denk dat we voor die hogere tier arrows. Zijn we green crystal en narco berries voor nodig. Want als ik er hier 10 van wil hebben. We hebben geen eternal potion arrow. En we geen green gems. We hebben hier 1 green gem. We hebben hier toch green gems. 14 green gems. Oké. Green gems. Arrows. Laten we eens kijken of we dat misschien kunnen maken. Oh crap, maar we hebben natuurlijk dan nog steeds geen vlees om hem mee... Nee. Ik wil minimaal 10 van die arrows. Ik ga de helft nog missen. Oh, cool. Oké, direct 35 arrows. Die zijn check. We gaan erop uit. Met onze PTE. Ik wil van die meat kunnen maken. Eigenlijk is een Eternal Ankylo belangrijker dan die meat, maar... Deze arrows ook meenemen. Ja, meat. Kunnen we hier al iets van maken? Dino Heart keer 2. Die heb ik ook niet in mijn inventory. Dus we zijn 2 Dino Hearts nodig. Voor die Elemental Alpha Tapajara. En eigenlijk kunnen we beter op zoek naar een Ankylo. Maar
100.000 HP, 80.000 HP. Misschien heb jij een Dino Heart voor mij. Oh, hoeveel tip jars zijn hier? Allemaal Elemental, Alpha, Tapidiara's. Hoeveel damage doen wij? 13.000 damage. Oké, hij heeft een... Oh nee, ik heb ruzie met de Tapidiara. Ik dacht dat de Tapidiara ruzie had met die Rex, maar dat is niet het geval. Ik denk dat we het beste op zoek kunnen naar... Dylos. Elite Dylos. Volgens mij hebben we daar de meeste kans om dat te krijgen. En dan kunnen we ook meteen even zoeken voor een Ankylo. Eternal Ankylo voor de win. Als het goed is kunnen we daar... Nee, weet ik wel zeker. Dan kunnen we meer van die Taming Meat in maken met dezelfde materialen. Dus die zijn het altijd waard. En volgens mij zijn we daar gewoon Eternal Berry voor nodig. Daar hebben we er nog 21 van. En zo gaan we het doodmaken. Krijgen we daar volgens mij wel weer nieuwe van. Oeh, daar is wel een Eternal Dodek. Die zijn ook ideaal. Wat is dat? Oh, hè. Iemand is zijn PT verloren. Yard is zijn PT verloren. I'm not surprised. Zo'n Dodo stemmen is ook... Dodekkere stemmen is ook wel super makkelijk. Bevers zijn we nou niet nodig. En zijn er een beverdam is. En hebben we misschien Rare Flowers kunnen krijgen. Daar is nog weer een Eternal Dodekkerus. Die is super low level. Ze hebben ook super lage torpor. Met die Tapidiara hebben we die natuurlijk zo nog. Maar ik denk dat we meer belang hebben bij een Ankylo. Is er hier een beverdam voor Rare Flowers? Nee. En ik denk dat ik nog heel even rond ga vliegen. Even gaan kijken of ik iets kan vinden wat niet zo super veel HP heeft. Zoals wat vanilla dino's. Maar die geven bijna nooit geen Dino Hearts. Hier is nog weer een Tapidiara. Oeh, deze gewone Tapidiara. Ik wil ook niet zijn hart aan mij afstaan. We gaan nog heel even kijken of ik dat ga kunnen vinden. En dan gaan we dan eens even naar een Eternal Ankylo op zoek. Oeh, daar is een... Het is een Elite Dimorphodon. Oh, die is bijna dood. Die is ook dood. Oh, niks aan mij afstaan. Oh, wat jammer. Dude. Dankjewel. Misschien deze stekko. Ik wil het nog heel even proberen. Nee. Dus wij gaan... Nee. Oh, crap. Oeh, misschien heeft deze nog wat in zijn inventory. Deze is denk ik gekild door die Alpha Dodo die daar loopt. We looten gewoon alles. Let's go. Vluchten. Oh, yes. We doen even een onderbreking totdat ik enigszins... Wat is dit? Oeh, die kan ik in één keer doodmaken. Die mijn hart. Nee, ook weer niet. Oh, damn. Dit wordt nog een lastige zoektocht. Wel hebben we alweer wat Dino DNA. En een Mystical Crystal Pick. Die dingen die geven 4 keer zoveel loot als dat je normaal zou krijgen. Dus, oh, geweldig. Yes, let's go. En dan ben ik er zo weer. Wow. Dat ging sneller als gedacht. Ik ben net goed er wel weg. Ik vlieg hier naar het strand toe. Oh mijn god, ook een Crystal Hatchet. Yes, let's go. Dit zijn we nodig. Een beetje snelheid in de vordering. 2 Dino Hearts. Dus we hebben nu arrows om de Tape Jar mee neer te halen. We hebben de Dino Hearts om de Taming Food mee te maken. We hebben een beetje Dino DNA, nog niet superveel. Dus ik denk dat onderweg terug ik gewoon alles nog even dood ga maken. Want volgens mij geeft alles kans op Dino DNA. Dus dat gaan we nog heel even doen. En dan gaan we proberen om die Alpha Elemental Tape Jar KO te maken. First PTA, nee, die gaf mij ook weer geen Dino DNA. Oeh, nee, Princess Peach is daar. Kijk dan, 552k HP. Daar wil ik niet bij in de buurt komen en ik mis alles compleet. Dus die doen we gewoon buiten de opname om, want dan lachen jullie me weer helemaal uit. Let's go! Oh mijn god, die was raak. King, die was raak. Be right back. Oops, you were killed by a radiokinetic triceratops. Oops, hij sloeg mij gewoon van mijn bird af. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Crystal. Misschien is het wel handig om ook eerst de items uit die crystal te halen. Dat is beter. Let's go. Nou hebben wij hier nog ergens een tape jar. Moeten we gauw heen om onze PTE op te halen. Nou is al iets met die tape jar. Gelukt. Met de tape jar en gauw, dat gaat niet zo heel goed samen. Maar we kunnen het in ieder geval proberen. Maar
Wel ben ik erachter dat niet alle dino's dino DNA geven. Wel geven alle dino's dino blood, maar dino DNA krijg je alleen van de modder dino's, zoals dus een Poison Rex. Niet dat we die dood gaan maken, want die heeft iets van 70.000 HP. Oh crap. Hier, niet ruzie maken met de tapejar, alsjeblieft. Wat ben je nou aan het doen? Wat doe jij nou weer dan? En ik denk dat die tapejar sneller is dan mij. Oké, nee. Het valt mee. Wel hebben wij in onze PTE genoeg loot om de taming meat te maken. Dus het enige wat ons dan nog rest, is het knock maken van een van die alpha tapejars. Die alpha tapejars zijn natuurlijk weer 1 tier hoger dan deze tapejar is. En dat houdt in dat wij prime tier dino's knock kunnen maken. Prime tier dino's knock maken. En houdt in dat we direct weer een tier hoger kunnen. En om heel eerlijk te zijn, ik speel anders ook wel op deze server. En oh crap, ik heb helemaal geen crap remote nu. Kom hier. Yes, amps. Let's go. Kunnen we wel heel even buiten blijven staan. We hebben geen armor meer aan. I know. Wel hebben we alweer een level up. Net had ik ook een level up. Hebben we weer een fortitude gedaan. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed waar of dat ik het allemaal wil gaan doen. Maar laten we in ieder geval meat pakken. Eentje. Dat houdt wel in. Deze spoilt echt super snel. In welke inventory dan ook. Oh. Oké, we hebben genoeg hearts om nog eentje te maken. Oké, dat is cool. Dat is lekker. Ik denk zelfs dat we onze PTE meenemen. In deze mod kun je ook op PTE's, als het goed is, crossbow pakken. Oh crap, kan het niet op elemental PTE? Oh, dat is waardeloos. Oh mijn god, dan moeten we dus op onze tapejar. Ja, we moeten op onze tapejar. Is ook nog geen probleem, alleen een tapeje op bedienen terwijl je je crossbow vast hebt. Dat valt vaak nog even een beetje tegen. 270, ik denk 1,4 miljoen torpoor. Holy damn, ik weet niet of we dat halen met onze 34 pijltjes. Level 190, misschien is dat een beter idee. Maar die heeft ook 100 of 900.000 torpoor. We gaan gewoon deze proberen. 1,4 miljoen aan torpoor. Au. Oh mijn god, game. Ik hoorde dat die raak was. Laten we kijken hoeveel torpoor één zo'n pijl doet. Ik weet ook niet hoe goed onze crossbow is. 602%. Oké, dit zou echt wat torpoor moeten doen. 200.000 per... Oh, crap. Die was mis. Ik zag die er dan weer onderdoor gaan. Laten we ook hem meenemen die kant op. Aangezien hier die Prime Raptor ook nog rondloopt. Is die nou alweer gedeagroot? Oh nee. Hij is nog geagroot. Oh mijn god, dit is echt lastig besturen, man. Auw! Holy damn, hoeveel damage deed hij? 8000 of zo. 8100. Maar wij doen met onze arrow ook al 8000. Damn, deze mat is OP. Okay, kom. Ik wil dat je verder deze kant op komt. Dan ga je weer bij me wegvliegen. Dan moet ik weer achter je aan. En noem me dan maar op. Oh, jullie zagen het ook. Die pijl ging erin. Oh, wat heb ik nou weer geraakt? Oké, ik heb hem wel geraakt. Oké, dat is goed. Ik heb hem geraakt. Oh my damn. Dit is nog vrij pittig zo. Ik heb hem nog één keer geraakt. Dan komt hij boven die miljoen torpoor. En ik denk dat hij dan gaat vluchten. Wat? Dat was een headshot. 24.000 damage. Oké, ja. Zoals ik zei, nou gaat hij vluchten. En het nadeel is, als je zo snel moeft, jullie zagen die pijl misschien wel opzij vliegen. Maar ik ga die ballistic mechanics, die kloppen helemaal van geen kant meer. Dus, a waste of arrows. Allemaal a waste of arrows. Niet daarheen. Nee. Niet naar het water. Kom nou. Ja, die kant op is beter. Dat gaat beter. Let's go. Ik wil dat jij van mij wordt. Ja, jij. Oh, dit is zo lastig. Omdat de tapetjaren waar we erbij op zitten zo ongelooflijk traag is. Als hij in die runway gaat, dan is hij meteen super ver weg bij ons. En hier zijn ook geen bergen waar hij achter kan blijven zitten. Als hij dan vast blijft zitten achter een berg zoals... Oh, die was raak. De game die maakt het ook echt niet makkelijker. Want ik heb alle bescheiden pijlen. Au. Zit ik vast? Nee, waar is die heen? Oh damn, hij doet nog echt zero. Kan hij daarin vast blijven zitten? Of
Vlieg die van het water heen. Oh mijn god, waarom schoot ik? Waarom schoot ik nou weer? Moet ik dorp drop nog snel ook? Oké, dat was geen headshot, maar die was wel raak. Ik weet niet wat hij nu aan het doen is. Oké. Hij doet weer iets. Hij doet weer iets. Oh my damn. Oh, hoe kan dat missen? Ik heb een crossbow in hem. Game. Alsjeblieft. Oh my god. Oh, twee pijlen achter elkaar die raak waren en de game wil het niet registreren als een hit. Je maakt het ook weer moeilijk voor mij, beste Ark. Ah, oh, damn, zoveel wensen voor Ark 2. In ieder geval, dat soort hits, die was gewoon mis. Wat? Ah, oh, damn it, ik schoot weer te laat. Torpor is alweer aan het droppen. Nog even en dan gaat hij ons weer aanvallen. Ik kan dit niet. Oh, ik kan het wel, de game die registreert het gewoon niet. Kom op, nou vliegt hij weer boven het water. Ik heb ditzelfde riedeltje nogal een tijdje geprobeerd. Ik krijg storpoer omhoog. En daarna dan vlucht hij mee weer. Wil de game de hits niet registreren. En de laatste keer dat we elkaar zagen had ik nog 12 euro's. Ik heb er nu 0. Gewoon 0. Oh damn, ik heb zelfs dit tapetjaren nog omhoog gebracht naar 219% movement speed. Het mocht niet water. Verkeerde bench. Ah, oh, damn it. Ik denk ook niet dat we nog meer van die arrows kunnen maken. Die was je nodig. Die was je nodig. Die narcoberries. 20. 2. Oké, dat geeft me 10. Wat zijn we dan nu nog nodig? Eternal arrows en green crystals. Ik heb geen green crystals. Ah, oh, damn it. We hebben het vlees. We hebben alles. Alleen niet de flyer die hem bij kan houden. Hij is op 1,2 miljoen torpoer. Ik ben hem inmiddels ook kwijt. Hij vliegt hier vast nog wel ergens. We hebben wel bola's. Eternal Drank bola's. Maar die werken niet op hogere tier dino's. Hij vliegt alweer weg. Misschien is het beter om hem... Oh, misschien is het beter om hem ter rust te laten komen. Wel heb ik nog even gekeken. Maar er staat Eternal Alpha Tier. Can only be knocked out by elemental dino's. Dus theoretisch gezien zou onze Tapetjara hem neer moeten kunnen krijgen. Maar die vliegen gaat niet op. En kijk dan. En hij is alweer weg. En hij is alweer weg. Ik kan me dus nog niet helemaal goed bedenken. Waarom ben jij zo hongerig? Ik kan me dus nog niet helemaal goed bedenken hoe dat ik dit zou moeten doen. Want ik denk dat als ik nu probeer te schieten... Dat hij dan ook weer niet rendert. En hij is alweer weg. Ik denk ook niet dat we hem naar beneden kunnen dwingen. Ik weet het echt niet zo goed. Normaal kun je een Tapetjara bola en hem vastzetten. Normaal zou dit ook moeten lukken als onze eigen Tapetjara gewoon een klein beetje sneller was geweest. Dan hadden we nu dicht bij hem kunnen komen. Voordat hij dan draait. Ah, die pijl. Waar is die Tapetjara heen? Is gewoon in één keer weg. Ik heb geen idee, man. Ik zit in hem op het moment dat ik schiet. Dat is zeker weten een hit. Ik hoor dat hij hem raakt. Maar de game wil het niet tellen alsof dat hij hem raakt. Kunnen nu die weer agressief is een bola proberen? Oh, bola mag ik niet op een Tapetjara. Dat doet geen torpoor. 24.000. Maakt dat hem wel langzaam? Ah, oh, damn. Er was dus wel weer een headshot. Dus de torpoer is weer goed omhoog gelopen. Maar dit is gewoon hetzelfde riedeltje de hele tijd. En als ik hem nu dus nog een keer hit. Want één hit is genoeg. Eentje. De game hoeft er maar één te registreren. Daarvoor blijf ik het graag proberen. Maar de game wil het niet registreren. Ik heb ook geen idee. Of hij hier ook langzamer van wordt. Nee, hij wordt er volgens mij niet langzamer van. Eén hit. Eén hit game. Eén hit. Vijf pijlen. En zijn torpoed dropt ook zo snel weer. Hier is raak! Oh, damn. Dit frustreert mij echt. Dit frustreert mij echt. Ik raak hem. Mijn laatste pijlen. We hebben nog 3 pijlen. En ik raak hem. Maar de game wil het niet tellen. Dit is Ark voor je. Hoewel, ik hou hier echt wel van. En ik wil misschien nu ook wat te gehaast een tier hoger.
misschien moet ik me ook beter voorbereiden. Oh, elke keer als ik hem raak met mijn eigen Tapajara, dan is het net alsof hij wegteleporteert. Ik probeer hem, misschien kunnen we hem die kant op dwingen en wat naar beneden. Ik ga nog even wat proberen en dan zien wij elkaar zo weer. Moe geworden van mijn eindeloze pogingen voor die Tapajara. Prime PTE level 270. Ik weet niet of deze darts torpo doen op hem, maar als ze dat doen, gaat hij neer. Het nadeel is alleen, weer niet gekeken, deze is weer ander meat nodig. Ik heb hier alpha meat en hij is prime meat nodig. En volgens mij zijn wij weer... Oh, damn it, deze mod is goed geworden. Je kunt het niet cheesen. Ik wil zo gauw mogelijk, zo snel mogelijk. Maar je kunt het niet zomaar makkelijk cheesen. Damn. Een Eternal Bronto zal ons ook heel erg kunnen helpen met farming van bijzondere materialen. Hier vliegen wel meerdere Prime PT's rond. We kunnen ook proberen ze dood te maken. Ze hebben 100.000 HP. Maar volgens mij geven die ons ook nog steeds geen gems. En wij zijn die gems gewoon nodig om nog weer betere tanks te maken. Of andere tanks te maken. En ik hoopte dat de Tapajara ons enigszins zou kunnen helpen met het iets sneller knock maken. Maar dan komen we er nog steeds op neer dat wij niet de juiste meat kunnen maken. Dus deze mod is een heel stuk verbeterd. Wij moeten elementals killen om meer van die gems te krijgen. Dus ik ga onderweg naar de swamp. Om in de swamp vechten gewoon altijd heel veel met elkaar. Dus misschien hebben wij een beetje geluk en gaat er heel veel dood. Terwijl wij in de buurt zijn. En dan zouden wij ook gewoon de loot moeten krijgen. Want als we kijken. Een Elemental Lightning Giraffe. 884.000 HP. 981. Dat gaan wij niet dood krijgen. Maar als zij wat voor ons dood kunnen maken. Dan hoor je mij daar ook niet over klagen. En deze dingen levensgevaarlijk. Die snipen je van je mount af. Prime Elemental Dragonflies. Als we die zouden kunnen temmen, dat lijkt me ook wel vet. Die heb ik eigenlijk nog niet geprobeerd. Maar daar zijn we ook weer de Eternal Prime Meat voor nodig. En voor de Eternal Prime Meat is dit ook weer een getemde. Wat? Jot! Clean up your shizzle! Maar goed, voor de Eternal Prime Meat daar zijn wij nog weer meer Dino Hearts voor nodig. En nog weer meer Dino DNA. Kijk, hier een Elemental Poison Dilo. 290 leveltjes. En 864.000 HP. Oeh, die Dimorphodon die... Oh, yes! Die Dimorphodon die hoekt ons op! Lekker, daar hebben we Christus van gekregen. En ook een of ander heel dik zadel. Eternal Giraffe Saddle. 209 armor. Lekker! Ik ga hier nog even mee verder. Een beetje hier rondhangen. Misschien nog wat meer van die Dimorphodons vinden. Oeh, cool. Wat voor wyvern is dat? Wat wyvern is dat? Elemental Ice Tiger. Volgens mij is dat geen Elemental Blood Crystal Wyvern. Ik weet niet, volgens mij kun je die ook wel temmen. Ik heb ook bij de Engrams wel iets gezien. Maar hey, was het easy kill, easy XP. Ik ga nog even verder met heel erg voorzichtig en rustig farmen. En dan zien wij elkaar zo wel weer. Misschien een kleine afwijking van het plan. Maar een Eternal Alpha Rhino? Is er één Eternal Berry nodig? Dat moet haast een foutje in de mod zijn. Maar deze is al bijna knock. Ik zie het probleem niet. Misschien een goed moment om in ieder geval voorzichtig te zijn. Als we nou doodgaan, we hebben beide onze flyers op de grond. Oh, crap. Waar is de PM mee in het vecht? Volg mij, kom. Volg mij. Nee! Onze tipjar is niet meer, denk ik. Oeh, vlucht. Nou, gewoon weg. Nope. Een of andere hell sheep. Nope. Dat gaan we niet doen. Misschien moeten we hierboven even landen. Niet GF. De gem farming gaat dik. Dat gaat echt lekker. Alle dimorphodons hier. Alle elemental dimorphodons. Die geven ons van die gems. Nee. Weg hier. Vliegen. Staat ons PTE daar nog veilig? Ik heb geen idee waar die Dragonfly heen is. Oké, maar we moeten gauw die Rhino gewoon KO maken, temmen. Hij is grotendeels van zijn torpedo weer kwijt. Ik heb ook geen idee of we er een zadel voor kunnen craften. Maar
dan denk ik dat we een beest hebben dat veel meer damage kan doen. Oh cool, dat werkt wel. Dus control en bite, dat geeft twee verschillende torpors. Oké, dat is altijd wel lekker. Maar dan zou zijn torpor wat sneller omhoog moeten lopen. Hoewel ik niet het idee heb dat zijn torpor sneller omhoog loopt. Maar ik heb ook nog maar een paar pijlen. Dus dit is het alpha. Nee, die kan niet meer met die andere. Ik heb helemaal niet meer van die andere pijlen. Daar heb ik natuurlijk allemaal blauwe pijlen van gemaakt. Oh, damn. Dit gaat dus ook lang duren. Oh, my damn. We zouden nu in de buurt moeten komen van het KO gaan. Wel is die Fire Saber een beetje vervelend. 33, 34. Oh, net niet. Oeh, net wel. Een ander. Eternal Berry. Ik denk dat dit een foutje is in de mod. Maar, yep, dankjewel. Weer. Yes. Oh, mijn god. We moeten natuurlijk nog een zadelvorm maken. 380.000 HP. Als we het vergelijken met onze TPR met zijn 70.000 HP. Dik. Dik, wat level 434 Rhino, Alpha Rhino, oh yes, ik heb jouw maatje getemd, jongen, oh nee, ja, nou, maatje, ja, misschien wel maatje. Damn, dames en heren, dit is dik en neus, hoor. Die kan altijd superveel damage doen, en wow, wij hebben zoveel tijd verspeeld aan die stomme Alpha Tape Jar. Oh, ik was groot fan van Tape Jars, maar nu wordt dat hard. Minder. Ja, die. Zo. Dan ga jij ook weer in de Pokeball. Oké, jij inventory was al leeg. Dat mag. Nee. Je hebt gewoon een Rhino zadel bij. Dat heb jij gewoon nog. Ah, crap. Die vlieger gaat niet op. Wel hebben we nog 26 cream crystals erbij. 7 Dino Hearts hier. Ik weet niet of we ook Dino DNA hebben. DNA 7. Oké. Dus dit was het absoluut waard. Een trip naar de swamp. En eigenlijk wil ik gewoon nu die Rhino nog even testen. En die Tapajara. Ik er al één. Ga je dood als ik hier raak met mijn bike? Zij dat wel dood? Hij moet ook dood. Die is ook dood. Oeh, damn, dat is een Alpha Sarco. Never mind. We kunnen later wel een slag temmen. We gaan nog geen slag temmen. We gaan back to base. Daar moeten we ons op focussen. En dan moeten we zorgen. Oh my god. Rich! Je birdie. Pegasus, wat is dat? Poison Pegasus. Ah, ik naar rond in de swamp. Oh yes, ik heb hem wel weer gevonden. Dames en heren. B.O.B. Oh yes, Alpha Blee Rhino, bijna 380.000 HP, 443% melee en 220% speed. Ik denk dat dat het enige is wat ik doe. Hij heeft al 8 levels beschikbaar. Oké, cool. Hij kan ook bestjes harvesten, gezien onze Therizinosaurus de vorige aflevering dood is gegaan. Maar als het goed is, heeft deze een charge attack en die doet... Oké, hell yeah. Nu komen wij ergens. Ik weet niet of het verstandig is om direct met een Eternal of een Prime Raptor te... Oh crap, die Prime Raptor maakt ons langzaam. Misschien hebben we weer de slechtste keuze gemaakt tot nog toe. Ik zit nu alweer vast gezien ze mij in mijn komp aanvallen. En ik kan nu niet chargen, want bij elke bite stopt hij met zijn charge. Jullie kunnen het denk ik wel zien. Hij begint en stop, en stop, en stop, en stop. Dus, het kan best zijn dat wij nu onmiddellijk al onze nieuwe team kwijtraken. Hij kan gewoon helemaal niks. Oké. We zijn de Raptor kwijtgeraakt, dat schildpad. Ik had hem niet gezien. Oké, 10.000 zonder dat hij charged is ook al wel ideaal. En misschien heeft hij ook wel wat knockback. Maar als je kijkt hoe makkelijk of dat wij nu gems voor onszelf kunnen gaan farmen. Denk ik wel dat dit de wereld van verschil is.
Wow, 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 wow. Hij vliegt. Ik vlieg. Wow. Wow, wow. Oké. Gaan we ook dwars door bomen heen? Oké, we gaan dwars door bomen heen. Dat is ideaal. Door lijken helaas niet. Dat is nog een beetje jammer aan de neushoorn natuurlijk. Oh, oh, oh mijn god, die damage. 143.000. Ik denk dat dit wel een prime killer kan zijn. Misschien was alleen de raptor niet zo'n goed idee. Omdat die van zichzelf ook al super snel is. Maar als we primes kunnen killen, dan zouden we zelfs deze ook kunnen evolueren naar zijn eigen prime variant. Oh, let's go. Rex, ik wil je niet temmen. Jij moet gewoon dood. Oh, je bent mij een tier te laag. Boom. Oké, nog één zo'n hit. En die Rex die kan het niet meer navertellen. Hoppa. Oeh, wat spant daaruit? Is dat een Eternal Rex of is dat een Alpha Rex? Een Eternal Rex in één hit afgelopen. En die gaf ons wel zijn hart. Dus ik denk dat die Rex even goed een hartje voor ons had als wij voor hem. Waarom kan ik hem niet zien? Nee, laten we maar niet doen. Laten we maar gewoon vluchten. Oeh, daar loopt een dammende schaap. Daar wil je ook geen ruzie mee. Daar wil je geen ruzie mee. 1,1 miljoen aan HP. Dus, oh crap, blijf ik zelfs op die human corpses vastzitten. Holy damn, wat weer een bewogen dag vandaag. Oeh, een prime dodo. Die kunnen we vast wel hebben. Hier is nog een prime dodo. Oké, die heeft wel een beetje damage reduction. Maar ik denk wel dat we die prime dodo's dood kunnen maken. Dus ik hoop dat die ons goed loot willen geven. Crap, die dingen hebben ook 600.000 HP. Ziekelijk. Oh, we bouwen geen charge up in het water. Het zal wel super snel zijn in het water. Oeh, base game Alpha Raptor. Volgens mij is dit een base game Alpha Raptor. En ik mis hem. Wat is dat? Een of andere rakkolum. Oké, cool. Let's go. Huh. Kunnen we die wat temmen? 1,5 miljoen AP, maar 61.000 torpelen. Prime tier. Can only be knocked out. Wij hebben prime knockout darts. Maar ik heb weer ruzie met de primes. Wat was deze? Oh, die miste ik. Is ook zo. Oh mijn god, volgens mij zitten daar ook nog 2 rock elementals. Ik weet het niet zo heel goed. Ik weet wel dat we eigenlijk alweer aan de tijd zitten voor deze aflevering. Oh, die rock elemental heeft wel de resistance. Kijk, daar doen we maar 10% op van wat we er normaal op doen. Maar deze neushoorn is ideaal. Oh mijn god, wat ben ik blij dat we deze team hebben. En human NPC's. Damn, wat zijn jullie vervelend. Oh. Ik weet ook niet of we al in de buurt komen van het doodmaken van die prime dodo's. Maar ik weet wel dat die rock elemental nogal vervelend is. Oké, we zouden hem met stone kunnen temmen. Misschien hebben we zelfs wel ergens wat zilver. Misschien moeten we hem gewoon nog maken en gewoon stone erin gooien. En dan zien we in de volgende aflevering wel wat of dat er gebeurd is. Kunnen we vanaf jouw rug schieten? Oké, laten we gewoon proberen. Eternal Alpha Poison Arrow, die doet geen torpoer op hem. Dus die kunnen we nog niet temmen. En we hebben nog geen materialen om een tier hogere arrows te maken. Dus zullen we daar nog even mee moeten wachten? Hoewel, het lijkt me wel super vet om zo'n rockkolum te hebben. Oh yeah, ik wil die prime dodo's dood hebben. Dat wil ik eigenlijk deze aflevering nog behalen. Is deze Alpha Rhino, die super super goedkoop was om te temmen. Want 1 Eternal Berry, dat krijg je gratis als je een golem dood hebt gemaakt. En nat maken kan natuurlijk gewoon weer met onze Elemental Tape Jar. Dus deze was super goedkoop en super makkelijk om te temmen. Het duurde wat lang, maar het was super makkelijk. Oh yes, we hebben 1 dood. Die gaf ons 2 Dino Hearts. We hebben volgens mij niet zo heel veel bijzonders. Nee, we hebben er 2 dood. Oké, sweet, sweet. Ah, heb jij goede loot. Een Taming Potion, die zijn altijd ideaal om te hebben. Al 4 Dino Hearts. Oké, crap, die weg. Dat ding heeft gewoon voor 18.000. Doe even normaal. Wat is dat voor trijk? Oh, gewoon vanilla trijk. En basic game. Daar hebben we niks aan. Die geeft ons niet wat of dat we nodig zijn. Ik denk dat ik in een sprintje terug ga naar de basis. Want op de aflevering duurt inmiddels alweer meer dan lang genoeg. Oh mijn god, ik probeer ze altijd een half uurtje te houden. Maar dat lukt lang niet altijd. Dames en heren, leuk dat jullie weer bij waren. Ik hoop dat jullie evenveel van genoten hebben als dat ik heb gedaan. En ik hoop dat jullie er met de volgende weer bij zijn. Geef me een duimpje omhoog als je hem leuk hebt gevonden. En laat me even weten wat of dat je graag nog zullen zien dat ik ga doen. In ieder geval, tot de volgende keer.